vind het gek dat als mensen heel vaak over autonomie spreken, dat er nooit bij verteld wordt waar tegenover dat je autonoom zou moeten zijn. Een land kan autonoom zijn, maar alleen als het autonoom is ten opzichte van een ander land. Dus autonomie is altijd ten opzichte van iets anders. Dus je moet ook altijd afvragen waar tegenover dat je autonoom bent. En ook hoe hard dat je je inhoud bepaalt en hoe goed het eigenlijk is om je net te verbinden met bepaalde inhouden en contexten. Dus puur autonoom werken is eigenlijk ook gewoon niet interessant.